als we al die werkjes hier samen zien, zijn die zeer verschillend, toch? Zijn die door dezelfde kunstenaar gemaakt? Ik denk, als Philippe zegt zich verplaatsen, de weg, hè, die we als symbool ook regelmatig in zijn werk zien, dat is een beetje symbolisch van de tocht, van de zoektocht die hij als kunstenaar, hè, dan heb ik het meer over zijn evolutie, over zijn loopbaan, de tocht die hij zelf doormaakt. En ook alweer het evenwicht dat hij moet zoeken tussen de geest en de ziel. Het is evident dat de kunst uit de ziel komt, maar anderzijds moet ze door de geest dan toch weer in goede banen geleid worden. Ik denk dat bij hem dat zoeken en dat vinden, dat eigenlijk een dialectisch proces is, dat ook een evenwicht zoekt. Nu, ik denk, zoals dat toevoegen. Dat, wat Picasso daarover zei, was ook een boutard. Dat was geen 20e-eeuwse kunstenaar die meer met treffende onliners gesproken heeft als Picasso. Maar Picasso was anderzijds een man die enorm zocht naar het scherpstellen van het beeld. Want daar komt het altijd op neer. Eigenlijk zoek je altijd naar het beeld scherper te zetten. Je zoekt altijd naar een benadering van de afgrond. Eigenlijk mijn grote droom, of ik denk dat het een grote droom is van iedere kunstenaar, is van een œuvre te maken, van een werk te maken dat juist nog in evenwicht staat in het kantelen over de afgrond. Dat je dus gewoon niet verder meer kunt in het stellen van een beeld voor dat schilderij helemaal instort. Dus ik denk heel wat werken zijn natuurlijk interpretaties van eenzelfde thema, maar je tracht altijd het thema langs een andere kant bekijken, langs een andere weg, langs een andere, vanuit een andere hoek te focussen. En dat zo, ja, zoek naar een zekere magie die kan de kijker, of hij die disponibel is voor het schilderij in zich op te nemen, die mens kan betoveren. Het gaat eigenlijk ook een beetje om de magie op te sluiten in mijn geval een vierkant. Thank you.
Thank you.